Vanavond willen we graag een klein stukje uit Richteren 3 overdenken. Richteren 3. We beginnen bij vers 7. Richteren 3, vers 7 uit de herziene Statenvertaling. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En ze vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Kushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kushan-Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde en de Heere gaf Kushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Kushan-Rishathaim. Toen had het land 40 jaar rust en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere en toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat ze deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Die koning van Moab verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. En hij versloeg Israël en ze namen de palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan. Ehud, de zoon van Gera en Benjaminit, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, zeg maar belasting, de koning van Moab. En Ehud maakte voor zichzelf een zwaarte dat 2 scherpe kanten had, met de lengte van een L, 50 centimeter dus, en hij gordde het aan onder zijn kleren aan zijn rechterheup. Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. En het gebeurde toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden wegstuurde. Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei: ik heb een geheime zaak voor u, koning. Deze zei: stilte. En alle die om hem heen stonden gingen bij hem weg. En Ehud kwam naar hem toe terwijl hij in het koele bovenvertrek zat dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud: ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon. Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet. Hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik. En de darminhoud kwam eruit. Toen ging Ehud naar buiten, de galerij op, de deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij: hij doet zeker zijn behoefte in het koele vertrek. En ze bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. Toen namen zij de sleutel en deden open en zie, hun heer lag dood op de grond.
Maar Ehud ontkwam terwijl zij wachten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Sehira. Het gebeurde toen hij daar aankwam dat hij op de bazuin blies in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland en hij zelf ging voor hen uit. En hij zei tegen hen, volg mij, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. En ze daalden af achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken. In die tijd versloegen zij de Moabieten ongeveer 10.000 man, allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam. Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd en het land had 80 jaar rust. Nog één vers bij. Na hem nu kwam Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde de Filistijnen 600 man met een prikstok voor ossen. Andere vertalingen hebben gewoon een ossenstok. Zo verloste ook hij Israël. Tot zover het lezen van de schrift. We probeerden al aan te geven hoe de tijd eruit zag. De tijd na Jozua, de tijd nadat ook de oudsten die Jozua hadden overleefd gestorven waren. En Israël daar woonde. Maar ze hebben niet de moed gehad om doortastend te zijn. Nog sterker, ze hebben andere goden voor zich gekozen. Ze zijn de goden van de daar aanwezige volkeren gaan dienen. En ze hebben met hen een gemene zaak, een soort verbond gesloten. Het Richterboek is niet een vrolijk boek. Er gaat heel vaak iets mis en iedere keer gaat het weer mis. Het houdt niet op. Maar iedere keer als ze tot God roepen, de Heere aanroepen, is er een verlosser. Is er iemand die het voortouw mag nemen en Israël op een bijzondere manier zegen mag brengen. En deze dingen, broeders en zusters, hebben een gigantische betekenis voor vandaag. Dat probeerde ik al duidelijk te maken, maar dat zal vanavond weer duidelijk zijn, denk ik. Maar als je de vraag stelt, wat is er over van 500 jaar reformatie? U hebt misschien die vraag ook gesteld, gehoord, gesteld gekregen. Dan is er een mooie jubileumbijeenkomst geweest in de slotkapel van Wittenberg, waar Luther ooit die 95 stellingen aan de deur spijkerde. En wat ik daar zag, ik heb de dienst bewust willen volgen, dat deed me eigenlijk schrikken. Toen was er zoveel fout in de Rooms-Katholieke traditie dat Luther dit dacht te moeten doen. Hij wilde aanvankelijk niet een nieuwe club, een nieuwe kerk beginnen, maar al dat gedoe over aflaten, over hoe je van je zonden verlost kon worden, dat was voor hem een druppel die de emmer die deed overlopen. Maar tijdens die viering zei het hoofd van de Lutherse kerk, slotkapel Wittenberg, in een toespraak, ik schrok ervan, dat hij zijn broeder Franciscus wilde uitnodigen voor een bezoek aan diezelfde slotkapel. En hij bedoelde de paus in Rome. En dat zei hij ook, expliciet. Er was bovendien iemand namens die Rooms-Katholieke traditie aanwezig en die deed ook mee in een stukje dienst. Op hetzelfde moment heeft het Vaticaan een postzegel uitgegeven, misschien niet gevolgd, maar het stond echt in de krant, en op die postzegel een beeltenis van Luther, ondersteund door zijn vriend Melanchthon, 500 jaar reformatie. Als u dit terug vertaalt naar 1517, dan krijgt u grijze haren als ze zwart zijn. En u krijgt misschien wel zwarte haren als ze grijs zijn. Maar er gebeurt iets. Want dit is gewoon niet te filmen. Luther destijds, ter dood veroordeeld. Hij is ontkomen.
velen op de brandstapel gebracht. En nu, nee, we praten niet meer over fout, we praten niet meer over scheiding, zei de bisschop in de Lutherse kerk, maar we praten over hereniging. En wat is het dan? Wat hoor je dan? Wat is dan de boodschap van hereniging? Nou ja, elkaar liefhebben, broeders en zusters zijn. Hetzelfde, maar dan nog erger. Ik ben er heel erg van geschrokken. De tijd dat wij om des gewetens willen bepaalde dingen deden of niet deden, is voorbij. Je mag niet meer een wat extreem standpunt hebben. Maar Luther had een extreem standpunt en Calvijn had het ook. Maar alle opwekkingspredikers hebben dat gehad. Kies de Heere. En Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen: u hebt u van uw afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En als het om opwekking gaat in de tijd van Ezra, ja, dan hebben de Samaritanen gepoogd om met Ezra samen te werken. We dienen uw God even goed als u. We zijn precies als jullie. Maar Ezra zei, op de sprekers van die tijd zeiden, nee, het is niet aan u, het is niet aan ons, maar wij bouwen voor de God van Israël. Al die dingen vinden we vandaag te. Over den, over de top. We moeten nu allemaal compromissen sluiten en we moeten... En wat houdt het dan in, zulk een compromis? Nou, je kunt bijna zeggen, alleen maar algemeen gebabbel. Ik ben een beetje te kritisch, dat weet ik wel. Maar om het duidelijk te maken wil ik het toch zo zeggen. Onze tijd blinkt echt niet uit door een geweldige ijver voor onze Here en voor onze Heer Jezus. Nog preciezer, we gaan meer af op wat mensen vinden en wat mensen zeggen dan op wat Gods woord zegt. Daarom is het heel zinvol om naar het boek Richteren te kijken. Toen Israël afweek, vrij vlug, nadat Jozua en de anderen, de ouden, in het beland waren gekomen, toen Israël afweek, is het gelijk misgegaan. Zou dat vandaag niet net zo zijn? Ja, dat is nog net zo. Dat is geen draad anders. God is dezelfde gebleven. En de Satan is ook dezelfde gebleven, maar die is nog steeds met precies dezelfde bedoelingen bezig. Nog steeds. En toen kwam er een koning uit Mesopotamië. Dat is een stuk Syrië, wat we vandaag Syrië noemen. Daar kwam Abraham vandaan. Daarvan had God gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis en ga naar het land dat ik u noemen zal. En hij ging. Zonder een vierkante centimeter eigendom. Niks. Hij had niks. Er was een vreemdeling bijwoner. En nu was Kushan Rishathaim weer de baas daar. In plaats van dat het net andersom was. Abraham was uit Syrië, uit Mesopotamië vertrokken om daar te zijn. En God had gezegd, dit land geef ik je. En ze hebben het gehad. Ze hebben het gekregen. Ze mochten naar binnen gaan. En wat gebeurt er? Nu komt Mesopotamië gewoon in het land. Je schrikt ervan. En wat fijn dat er dan mensen zijn als Otniel, een zoon van een jongere broer van Caleb. En die Otniel, die heeft toch een verlossing bewerkt. Een geweldige verlossing. Zodanig dat ze weer tot rust en tot stilte kwamen. Zouden er vandaag nog mannen zijn of vrouwen, want de vrouwen komen ook voor, Deborah bijvoorbeeld in het Richterenboek, dus een vrouwelijke richteres. Zouden er nog gelovigen zijn die zo pal staan voor de Here dat ze durven zeggen, en met God spring ik over een muur. En met mijn God loop ik door een legerbende. Dat is een tekst. Ik hoop van harte dat vanavond iets verandert in ons denken en in ons leven. Om deze zaak, om deze bijzondere ontwikkeling. Ik wil in hoofdzaak nadenken over wat er met Ehud gebeurde.
Toen Othniel gewonnen had, had het land, zoals we net lazen, 40 jaar rust. Nou, dat was best fijn. En daarna ging het weer mis. Je zou zeggen, ze hebben nooit, nooit geleerd wat de geschiedenis hen te leren gaf. Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. Ik heb het 20 keer gezegd, Groen van Prins, terror, Nederlandse staatsman. Maar hier weer hetzelfde. Weer hetzelfde. En nu is het zover dat de Moabieten de baas zijn. Ze waren uit Moab vertrokken, uit de velden van Moab, in de dagen van Mozes nog. Mozes is gestorven in de velden van Moab. En daar is ook Mozes begraven, de berg Ebal, de berg Gerizim, daar. En Moab had ze toen al te pakken willen nemen. Moab heeft toen al gepoogd om hen de doortocht te belemmeren en heeft bovendien Bileam gehuurd, een soort medium, een demonisch geval, om hen te vervloeken. Dat is niet gelukt, want de Heere liet Bileam dat zeggen wat hij zelf wilde, wat de Heere zelf wilde. En dat pakte anders uit. Maar de koning van Moab was van zins om Israël langs de bovenmenselijke route te vervloeken en ze in de pan te hakken. Toen zijn ze door de Jordaan gegaan, op Gods tijd, in Gilgal terechtgekomen. Jericho is overwonnen, de palmstad is overwonnen, is helemaal plat gegooid. En nu, zoveel jaar later, is Moab in het land. De wereld kwam binnen met Cushan Rishathaim. De wereld waaruit Abraham vertrekken moest. Ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. En ga, vertrek van hier. En nu komt Moab binnen. En Moab betekent iets in de Bijbel. Dat heb ik niet bedacht en ook niet als een soort toverformule in elkaar gestoken, maar dat wil ik met je lezen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Misschien kun je Jeremia 48 opzoeken. Jeremia 48. Jeremia 48. Dat gaat over Moab. Dat staat er boven hoor. Over Moab. Jeremia, de profeet van de Heere, mond van de Heere, heeft over Moab geprofeteerd. Het hele hoofdstuk gaat over Moab. Komt dus heel dichtbij. Ik laat niet. U hebt vannacht misschien wel slapeloze uren, dan neemt u de rest maar. Vers 28. Verlaat de steden, woon in rotsen, inwoners van Moab. Zo van vlucht. Dus uit je comfortabele zones, uit je steden. En dan maar in een rotsen waar je dus zou moeten verstoppen. Waar je een schuilplaats zou vinden, inwoners van Moab. Word als een duif die nestelt in de openingen van een rotsspleet. Nou, dat is ook niet een comfortabele zone voor een mens om daar te leven en te wonen. Dus ook vluchten. En hoe komt het eigenlijk wat ik bedoel? Wij hebben gehoord van de trots van Moab, dat zeer hoogmoedig is, van zijn hoogheid, zijn trots, zijn hoogmoed, zijn hooghartigheid. Nou, het staat er nu al 5 keer. Ik ken zijn overmoed, spreekt de Heere, zijn holle praat is niet gepast. Ze doen wat niet gepast is, daarom zal ik over Moab beklagen, ja, het over heel Moab uitschreeuwen. Om de mannen van Kirheres zal men zuchten. En dan even terug. In vers 10. Vervloekt wie het werk van de Heere traag uitvoert. Gaat ook nog steeds over Moab. Vervloekt wie zijn zwaard bloed onthoudt. Moab is van zijn jeugd af zonder zorgen geweest. Heeft als wijn op zijn droesem gelegen. Het is niet van het ene vat in het andere overgegoten. Het is niet in ballingschap gegaan. Daarom heeft het zijn smaak behouden en is zijn geur niet veranderd. Tot zover.
Wat hebben we geleerd? Moab, ja, trots, hoogmoed, hooghartigheid, overmoed, onbehoorlijke taal. Ze hebben nooit enige verandering gekend. Ze zijn continu gelijk gebleven. Hun smaak is nog precies als het jaar nul. Ze zijn gewoon overeind gebleven. Ze zijn stil op hun droesem blijven staan. Dat is een beeld. U hebt allemaal wijnranken in de tuin en u gaat ze allemaal plukken. En u gaat misschien vandaag of morgen wel wijn proberen te maken. Maar als dat een beetje zacht in zo'n vat, dan gaat er een laagje spul, drap noemen we dat misschien wel, droesem, dat zakt naar beneden. Nou, dat wordt dan voorzichtig van het ene vat in het andere vat overgegoten. De drap natuurlijk niet, die blijft achter. Nou, en dan staat het daar weer een poosje stil. En dan weer in een ander vat, soms een houten, soms in de kilte, soms in de zon. Enfin, een heel proces. Hoe krijg je nu een goed glas wijn? Zo gaat het. Maar Moab heeft dat nooit gekend. Wat is de bedoeling van het overgieten van het ene vat in het andere vat? Nou, dat je de droesem kwijtraakt uiteindelijk. Dat je de spulletjes die niet zo leuk zijn, dat je die kwijt bent. En dat de geur en dat de smaak anders wordt. Dat is de bedoeling. Nou, en sommige wijnbouwers zijn daar meesters in. En daardoor heb u ergens champagne. Moab niet. Nu zegt de Heere dus eigenlijk, mijn volk Israël, ja, die zijn niet meer zoals vroeger. Maar die hebben in Egypte gewoond en die hebben het daar razend moeilijk gehad. En toen zijn ze van het ene vat in het andere vat overgegoten. Ze zijn vanuit Egypte door de woestijn geleid. Ze zijn door de Jordaan gekomen. Ze zijn tot God gebracht. En ze hebben in de Jordaan en in de woestijn 40 jaar lang van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats moeten trekken. En iedere keer een nieuw proces. Hun geur is veranderd. Hun smaak is veranderd. Als ze tegen mij zouden zeggen, je praat nog net als toen je 10 was, dan denk ik, oh, er is iets mis met mij. Met jullie ook trouwens. En dan kun je zeggen, ja, maar toen was je toch dezelfde? Ja, dezelfde karaktertrekken. Nou, als dat zo is, als dat nu nog zichtbaar wordt, mijn balorigheid of mijn opstandigheid, of mijn ikgericht denken, of het alleen maar over mezelf hebben. Ja, dan ben ik niet overgegoten van het ene vat in het andere. Wat gebeurt er als u een hele moeilijke periode terechtkomt? Dan is God met u bezig om uw smaak en uw geur te veranderen. Om u te pesten, nee, om u nog heerlijker te maken. Om de smaak nog meer verfijnd te krijgen. Proces, rijpingsproces. Dat beeld wordt gebruikt. Moab heeft dat niet gehad. Het is nog steeds hetzelfde. Geen draad veranderd. Maar net zo eigenwijs als vroeger. Net zo arrogant. Net zo overmoedig. Net zo ikkerig. En dat beeld, broeder en zuster, dat moet u nu eens in Richteren 3 op Ehud plaatsen. Zie je hem zitten in die koele bovenkamer? Die had hij alleen voor zich. De enige man die daar toen airco had in Jericho, maar dat was in de palmtuin. Dat was hij. Hij staat daar. Kamerbreed. Sorry hoor. Ik doe maar zo. Ik kan er ook wel wat van met mijn gewicht, maar dat was wat. Daar zat hij. Precies getekend. Kijk, daar heb je nou. Me, the big number one. Ik kom me niet te dichtbij. Ik ben er. En waag het niet om mij tegen te spreken. Dat hebt u niet, hè, in uw eigen gezin. En dat komt u ook niet tegen in de kerk waar u bent. Nee hoor, daar zijn ze allemaal anders. Deborah roept, een paar bladzijden verder in het boek Richteren, als er goden, kleine letter, goden, kleine letter, dus als er oudsten gekozen moesten worden, of leidinggevenden gekozen moesten worden, was er strijd bij de poorten, want ze wilden allemaal. Ze stonden allemaal te trappelen. Ik was vanmiddag in Den Haag, moest gaan spreken, en ik dacht dat Rutte me wel zou bellen voor een mooie functie of zo, voor het een of het ander, maar dat heeft hij niet gedaan. Maar er zijn hele horden, die hebben daar staan trappelen, maar dan moet je eerst lid worden van een politieke club. Niet alle kleuren tellen dan, maar toch wel een paar.
En dan lukt het misschien wel. Kent u het beeld van Eglon? Voor jezelf, super hè? Cool, bovenvertrek. Ja, helemaal goed. Heel breed. Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Nee, ik bedoel niet eens een schrapje. Maar het wordt getekend. Er wordt een profiel neergezet van Moab. En dan komt Ehud. Die maakt zichzelf een kort tweesnijdend zwaard. Die term kent u in het Nieuwe Testament, Hebreeën 4 en Openbaring 1. Uit de mond van hem, de Heer Jezus, kwam een tweesnijdend zwaard. En het woord van God, Hebreeën 4, is zo krachtig dat gaat door tot de verdeling van gedachten en overleggingen. Een tweesnijdend zwaard. Omdat hij links was, misschien niet geschikt voor militair, maar misschien was dat nu wel precies het middel door God gebruikt, heeft hij dat korte zwaard aan zijn rechterzijde gehangen. Het viel niet zo op. Als je toch gefouilleerd werd, dan had je kans dat je ontkwam. En dat is gebeurd. Ehud. Ik had een studie over het boek Zacharia. En in hoofdstuk 2 van Zacharia is er ineens sprake in één van de nachtgezichten van Zacharia. Hij heeft er 10 van die nachtgezichten gehad. Maar één daarvan is dat hij 4 horens zag. En 4 horens die stonden voor 4 machten, 4 koninkrijken, machtshebbers. Die Israël gingen stoten, die er geweldig ingingen. Maar naast die 4 horens waren er ook 4 smeden. Als het woord smid is heel moeilijk te vertalen. Ik heb het uitgezocht. Nu zoekt het ook maar. Je komt er wel achter. Met wat woordenboeken kom je heel ver. Maar je kan ook vertalen 4 timmerlieden. Echt, dat heb ik niet bedacht. Ook niet omdat het mij goed uitkwam. Wie is in staat om de kracht van de vijand te verstoten, te verstoten? Om dat te overwinnen. Wie? Nou, een smid. Ehud maakte voor zichzelf een kort tweesnijdend zwaard. Oh ja, verdraaid. Zou hij een diploma gehad hebben om smid te kunnen zijn? Zou de Heer Jezus een diploma gehad hebben om timmerman te zijn? En waarom dan 4? Nou, omdat de 4 karaktertrekken van de Heer Jezus, de 4 keer spruit, iedere keer terugkomen in het Zacharia-boek. Hij is de mens, hij is de koning, hij is de priester en hij is Jahweh zelf. En die timmerman, ja, ze zeggen daar in Markus 6, zijn zussen wonen bij ons en we kennen ze allemaal en hij is toch gewoon de timmerman. Zo van, dat stelt toch niks voor, dat kan toch helemaal niet bij zo iemand. Maar hij is het. Die als een steen zonder handen losgemaakt, ik citeer Daniel 2, van de berg rolt en al die machten, al die koninkrijken verpulverd in één keer. De Heer Jezus. Ziet u Ehud? Nou, hij gaat. Nou, hij moet dus de belasting of de tax ophoesten, dat moet hij wegbrengen. Dat heeft hij niet alleen gedaan, er waren allemaal mensen bij. Karavol. En dat was dan een soort premie om met rust gelaten te worden. Ze betaalden dat. En hij zat notabene in een paleis in de Palmenstad. Nu was die Palmenstad, Jericho, in de tijd van Jozua helemaal verwoest. En wie die stad weer ging opbouwen, ja, dat zou dan ten koste gaan van zijn oudste en van zijn jongste, had de Bijbel gezegd. En nu zit hij daar. Ik zou graag een hele verhandeling willen houden over Jericho. Niet om Gershwin te verdedigen, die heeft een prachtig stuk muziek gemaakt over Jericho. Maar om te vertellen dat er heel wat goeds was in Jericho. Al het goud, al het zilver, al het koper, al het ijzer moest uit Jericho gehaald worden. Niet
Achan was de enige die met goud en zilver of wat ook liep. Ze liepen allemaal met goud en zilver. Ik weet dat ik er een keer daarover iets gezegd heb in een toespraak. Jericho staat voor het menselijke in geestelijke zaken. Als u van nature spreekvaardigheid hebt, of muzikaliteit hebt, of organisatietalent hebt, of met kinderen werken als talent hebt, of bestuurlijke gaven hebt, of vult u in, wat u ook hebt, dat is natuur, dat is aanwezig. Wel of niet geloven. Maar vanaf het moment dat u kiest voor de Heer Jezus, dan mag u dat talent, dat bijzondere van u, brengen in het huis des Heren. Wat was de zonde van Achan toen? Hij plukte uit Jericho goud en zilver en nog wat in een Babylonisch kleed en verborg dat in zijn eigen tent. Niet in de tent van God, dat was het verkeerde, maar in zijn eigen tent. Als u denkt dat uw kwaliteiten, uw eigenschappen, waar u de Heer mee zou kunnen dienen, tot uw gereedschap behoren, waar u over kunt beschikken, heb u het mis. Dat is wel hoogmoed. Je zit gelijk middenin. Natuurlijk gaan we niet zeggen dat dat allemaal waardeloos is. Dat is super. De Heer wil zich daar graag van bedienen. Wil graag gebruik maken van wat jij aan kwaliteiten van hemzelf nota bene gekregen. Wat heb u, zegt Paulus, dat u niet gekregen hebt? Nou, als u het dan gekregen hebt, waarom beroem je je dan alsof je het niet gekregen zou hebben? Je hebt het gekregen, in beheer gekregen, in dat talentvolle van jou mag je voegen bij de schat van het huis des Heren. Dat is de taal uit Jozua's boek. Echt heel bijzonder. Heel bijzonder. En dat is gebeurd toen. Alleen Achan deed het anders. Nou, dat ging niet goed met Achan. Dat is fout afgelopen. En nu, ja, als je dan toch bij Moab komt en het hoogmoedige en het overmoedige en het ik-denken van Moab, ja, dan moet Jericho bijna weer hersteld zijn. Dit sluit naadloos aan. Daarom had die man in Jericho een hoofdkantoor, een troonzaal, een koel bovenvertrek en ja, waarschijnlijk ook een koel ondervertrek, maar dat weet ik niet zeker. Hier ligt het. Niet overgegoten van het ene vat in het andere vat, daar zit hij dan, breed uit. En het wapen, een kort tweesnijdend zwaard. Zou u het voor uzelf willen uitproberen? Niet om uzelf te beschadigen lijfelijk, maar om eerlijk te zijn. Als het korte tweesnijdende zwaard het woord van God is, en dat is het, verdelende gedachten en overleggingen, probeert u het voor uzelf één keer of uw gedachten en uw overleggingen te onderscheiden zijn. Wat het verschil is tussen een gedachte en een overlegging. Nou, begin maar. Je komt er niet zo makkelijk uit. Dat geef ik u direct aan. Het zwaard. Ik ken iemand die van het ene vat overgegoten is in het andere vat. Ik kan u dat voorlezen. Staat in de Bijbel. Ik wil het ook doen. Filippenzen 2. De brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi. Hoofdstuk 2. Vers 6. Filippenzen 2, vers 6. Maar ik begin bij 5 voor het verband. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwt aan God gelijk te zijn. Hij was namelijk God gelijk. Dat hoef je niet meer als roof goed te zien. Dat had hij al. Hij was al aan God gelijk. Maar hij heeft zichzelf ontledigd.
door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. Het omgekeerde van Moab is vernedering. Hoogmoed, arrogantie, overmoed, vernedering. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. U kent die teksten misschien uit uw hoofd. Schitterende bewoordingen. Zal ik het anders zeggen? Die Jezus in de schoot van de Vader, in de troon van Jahwe, waarvan Jesaja zegt, zijn zomen vulden de tempel. Verheven, groot, majesteitelijk. Engelen eromheen, en die riepen alleen maar heilig, 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 heilig. Schitterend. Toen kwam het andere vat. Van het ene vat in het andere vat. Je durft het bijna niet te zeggen. De baarmoeder van Maria. Is er ooit een moment geweest dat je in je eigen leven denkt, ja, dan ben je helemaal op nul. Er is niets meer over. En toen in Bethlehem. Weer een ander vat. Maar ja, toen waren er vijanden. Herodes was actief. Ze moesten vluchten. Naar Egypte vluchten. Toen naar Nazareth. Toen was die timmerman, waar Jozef stierf. Zijn stiefvader, pleegvader. De man van Maria in elk geval. En daar heeft hij de timmerman moeten zijn, mogen zijn. Ik heb gezocht naar een schilderijtje van de timmerman. Ik ben er een aantal keren geweest in Israël, dat weten jullie misschien intussen. Maar in de Maria-kerk, dat is die aankondigingskerk, er is heel veel te zien, met schitterende geschenken. Maar daarnaast is een kerk van Jozef. En daar staat, hangt een schilderijtje, niet eens zo gek groot, prachtig, waar hij aan de timmermanswerkplaats staat. Ik vond het zo prachtig mooi. Ik heb nu gezocht, er is één, heb ik gevonden, als u gaat googlen op schilderijen van de Heer Jezus, ik heb het ook zo gedaan, u komt er ook, dan krijgt u al die schilderijen die er zijn. En één daarvan is in elk geval dat hij daar staat als een jonge timmerman naast zijn vader, samen met de zaag aan het hanteren. Nou, en toen begon hij met zijn dienstwerk. En hij werd uit Nazareth gestoten. Ze wilden hem van de steilte storten. En toen is het verder gegaan. En toen hebben ze hem voor Pilatus, voor Herodes, voor Caiaphas gebracht. En ze hebben hem de kleren uitgetrokken. En ze hebben hem naar het kruis gebracht. Als er één van het ene vat naar het andere vat is overgegoten geweest, is het de Heer Jezus. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Daarom. Weet u, we kunnen al heel lang praten over dat de wereld hartstikke hoogmoedig is en dat iedereen op zichzelf gericht is, dat iedereen zich kapot knokt voor zijn eigen eer, voor zijn eigen glorie, voor zijn eigen glamour en glitter. Dat is zo. Maar dan heb je alleen maar allerlei dingen, gewone dingen die iedereen al misschien ziet. Maar kijk nu eens naar dat contrast. Wie is daar tegenover te stellen? Dat is de Heer Jezus. Die heeft zichzelf vernederd. En omdat hij dat deed, is hij annex aan het woord van God. Want onze Heer wordt woord van God genoemd. In Johannes 1, het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Het tweesnijdende scherpe zwaard wat uit zijn mond komt, Openbaring 1. Dat is het. En als dat mes er niet ingaat, bij jou, bij mij, dan is het ik-leven voorop en dan is de zegen voorbij. En dat wist u eigenlijk al lang. Dat is helemaal niet nieuw. En iedere keer tuinen we in dezelfde valkuilen. Iedere keer opnieuw. En waarom nu niet de les leren van Richteren 3? Er is één oplossing.
En ik weet het dat het daar zo luguber staat, dat het ding erin gestopt werd en dat hij er niet meer iets uithaalde, dat het vet zich eromheen sloot en dat de darminhoud erbij langs sijpelde. Ik weet het wel. U vindt dat geen mooi verhaal. Maar moet het niet zo? Moet je dat ook nog in een mooi kerstpakketje, papiertje met een strikje verpakken, zoiets? Of moet je zeggen, dit is afschuwelijk, dit kan niet, dit moet weg. Dat is de clue hier, dat is die gigantische les die hier schitterend te vinden is. En als dat niet verandert, dan is de zegen van de gemeente weg. Als het om onszelf gaat, iedere keer weer over onszelf en over mij, en ik wil een zegen, dat hoort u altijd. Komt ze dan in de gemeente, nou, je krijgt daar geen zegen, ik ga daar weg. Nou. Alsof je daar gekomen bent om een zegen te krijgen. U bent helemaal niet gekomen in de gemeente om een zegen te krijgen. U krijgt wel een zegen, maar u bent in de eerste plaats gekomen om een zegen te brengen. Om hem iets te geven. Om hem iets aan te bieden. De Vader zoekt geen cadeaujagers. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat is aanbieden, dat is iets geven. En als u daar niks krijgt, dan bent u verkeerd gestemd. Dan bent u een Moabiet een beetje, sorry. Maar u moet uzelf inleveren. U moet uzelf wegcijferen. U moet uzelf geven, bukken. En dat is moeilijk. Het is ongelooflijk moeilijk. Zeker als er ook nog andere dingen een rol spelen als geld, financiën en positie, weet je wel, baas zijn of zo. Het kan. Dat wordt nog moeilijker. Maar feit is, het principe blijft overeind. Hier vindt u eigenlijk, als u het echt wilt, een foto van de mens van nature. Zal ik het zeggen met een tekst uit Openbaring 3? Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Ik heb grote schuren, ik zal mijn schuren afbreken en ik zal nieuwe bouwen. Andere verhaal, dat is een gelijkenis van de Heer Jezus. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, heb zegen voor vele jaren. En diezelfde nacht stierf die man. Dat vertelt de Heer Jezus. Hier vindt u het. En daarom is deze geschiedenis zo belangrijk. Niet omdat we geschiedenisles willen geven, maar omdat het met u en met mijzelf te maken heeft. Een bekende evangelist, voor mij tenminste, een hele bekende, zei, het laatste wat van een Hollander tot bekering komt, is een portemonnee. Nou, dat snapte ik toen niet, later snapte ik het wel. Toen hij zei, had ik geen cent in de portemonnee, dus ik denk, nou, dat komt niet over. Maar zodra het dubbeltje in zit, dan heb je het probleem al. Nee, maar zou je jezelf kunnen geven? Zou je kunnen zeggen, hier ben ik, Heer? Zou je Samuel kunnen zijn, ik wil uw dienaar zijn, Heer? Ik wil u dienen, Heer Jezus. Weet je wat het bijzondere is van Maria toen ze hem in haar binnenste ontving? Mij geschiede naar uw, zie de slavin van u, Heer. Ik doe niet aan Maria verering, maar ga wel zeggen dat dit een heel bijzondere getuigenis is. Daarom kon de Heer Jezus daar terecht, in dat vat. En u bent een vat tot eer van de meester. U hebt deze schat in aardenvaten, hier, breekbaar, ik weet het, met hoofdpijn en met migraine en met afwijking. Ja, hebben we. En dit schitterende vindt u helemaal terug. En u mag het echt eens een keer lezen met de gedachten van Heer Jezus. En toen kwam u. En toen had het land 80 jaar rust. 80 jaar? Nee, als u het goed ziet. 80 jaar na uw bekering heb u waarschijnlijk eeuwig rust. Denk ik, vermoed ik ongeveer. Maar het feit dat dit zo schitterend is neergelegd in de schrift, geeft al aan dat dat niet zomaar een boek is waar je ook wel, nou ja, goed voor de zondagsscholen om verhalen te kunnen vertellen, maar dit is voor jou en voor mij. Ehud heeft zo anderen aangestoken om samen met hem die overwinning te behalen.
En die overwinning over onszelf, over ons hoogmoedig hart, is moeilijk. Ik weet niet of u in conflicten ooit bemiddeld hebt, hoe mensen dan tekeer gaan als ze een stap terug moeten. Een meter achteruit moeten, het lukt bijna niet. En de Heer Jezus, hij kon wel van de hemel naar deze aarde komen. En hij liet zich vernederen. Als één dat heeft laten zien, leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig ben. Matteüs 11. Na Ehud kwam Samgar, ik wil hem toch nog graag meenemen, die wordt even in één zin genoemd, maar als in hoofdstuk 4 de draad weer wordt opgepakt, dan gaat het niet meer over Samgar en ook niet meer over Otniel, toen Ehud gestorven was. Even. Dus dat was kennelijk de belangrijkste figuur in die tijd geweest als richter, als een opwekkingsprediker. Maar Samgar is er ook geweest en hij had moeite met de Filistijnen. Die komen we later weer tegen. Zeker als het gaat om Samson, die eigenlijk continu strijd geleverd heeft met de Filistijnen. Dat komt terug. Maar de Filistijnen, dat zijn ook mensen die zich genesteld hebben op het terrein van Gods zegen in het beloofde land, maar die er geen delen hebben. Die zitten er wel, maar die horen er niet bij. Nou, dat is het volgende probleem wat we tegenkomen. Ik ga er niet verder over praten vanavond. Ik wil alleen maar zeggen, u snapt dat dit echt een keer terugkomt. Nou, dit komt zeker terug. We noemen het wel eens naamchristenen. Bijna Samaritanen die zeggen, ik citeerde dat zo pas, wij dienen uw God net als onze. Maar dat zegt de Heer Jezus heel prachtig in Johannes 4. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden, de Joden, de Israëlieten, wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Maar er komt een tijd, en die is er, de uren komt en is er, dat de ware aanbidders zullen aanbidden in geest en in waarheid. Dat niet in Jeruzalem de plaats is en niet in Samaria de plaats is. Maar dat de ware aanbidders de Vader aanbidden in geest en in waarheid. Dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, in Juda met de tempel en zo toen, is het ook niet goed. En in Samaria is het ook niet goed. De enige oplossing is hem leren kennen. Dat maakt alles goed. Dat maakt alles goed. Dat is wat hier staat. U hebt een bijzonder stukje huiswerk meegekregen vanavond. Niet van mij, want ik wil niet zo graag de huiswerkman zijn. Ik wil zo graag vertellen dat als ik zie wie de Heer Jezus is, ik een zegen heb, krijg, maar ook tot een zegen kan zijn. En als je de Heer Jezus niet hebt, als je niet meer ziet wie hij is en wat hij deed en hoe ver hij ging in zijn overgave, in zijn vernedering, Filippenzen 2 dus, het aan God gelijk zijn en tot de dood van het kruis, uiteindelijk de laagste stap, 7 stappen in naar beneden gaan en dan 7 stappen in weer omhoog gaan, omdat God hem uitermate heeft verhoogd. Dat is de Heer Jezus, de nederige. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Hij was klein. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de eerste zijn. Wie? Zou er geen opwekking beginnen als wij zo lieten zien wie de Heer Jezus is? Ik ben er zeker van dat dat gaat gebeuren. De Heere zegene ons allen. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit moment, voor dit kleine stukje uit de Bijbel. Een heel klein stukje, misschien een moeilijke geschiedenis, maar zo vol met inhoud, dat we eigenlijk kunnen zeggen, het wordt een klein schilderijtje. En we zien het eigenlijk gebeuren, hoe het ik-leven, het leven van onszelf als mens, opgeschroefd wordt. Hoe dat ook iedere keer weer een kroontje krijgt. Iedere keer weer een aai over onze bol. En jij bent belangrijk en jij bent bijzonder. En dat is ook zo als het om u, Heer Jezus, gaat. Maar als het om onszelf gaat, niks. Dat moet begraven worden met Christus
gekruisigd. Dan is Dato weg. Met Christus gestorven is hij helemaal weg. Met Christus begraven is hij niet meer zichtbaar. Maar ook met Christus opgewekt. In nieuwheid van leven. We willen u danken, Vader, dat u ons zo nabij wilt zijn. Om ons zo op de Heer Jezus wilt laten gelijken. Zodat ook anderen de Heer Jezus herkennen in ons. En zullen gaan dienen. Van de afgoden tot God bekeerd. Om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. We danken u voor Richteren 3. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u dat de Heilige Geest ons deze dingen helder wil maken, ook vandaag. En hoe nodig is het? Omdat we eigenlijk een beetje ten onder gaan aan het ik-leven, aan het onderlinge gekrakeel. Want wij zijn de alleenzaligmakende kerk. Wij zijn de enigen die nog goed zijn. We voelen ons eindeloos ver verheven boven anderen. We zijn in feite allemaal met onszelf bezig. Vader, we willen met hem, uw geliefde Zoon, bezig zijn. En hem zien zoals die is. Amen.